Clara. Wat hebben wij nodig? Klaarte. Twee draadjes. Zullen wij staan? Oh ja, dat is heel goed. Ja. Deze? Ja. 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 Ja, hier heb ik nog iets. Ja. Natuurlijk. Gaat het niet te hard waaien, hè? Nee, het zal niet. Nee, nee. Deze bij. Nee, die draken vind ik niet. Ja, in die draken erbij. Ja. Hier deze, dit is ook heel belangrijk. Ja, voor de veiligheid. Oh ja, ja. Nee, extra bril. Ik heb al een bril, hè? Oh, jij hebt al een bril. Ja, maar nee. En de veiligheidsbril om. Ja. Zeven. Zes. Vijf. Vier. Drie. Twee. Één. Nul. Is de Sterk Staaltje Staalkracht Show. Mag ik een applaus voor Roef en Spijk? Oh nee, Sterk Staaltje Windkracht is dat, jongens. Ik is Roef. Ja, ik ben Spijk. Ja, welkom. Welkom en hallo bij de Sterk Staaltjes Staalkracht Show. Welkom in het Ruigrijk. Dit hier links van mij, rechts voor de kijkers, is Roef. En Roef die is al 10 jaar, exact hè? 10 jaar exact. Vandaag 10 jaar werkzaam in de onderhoudsdienst van het Ruigrijk. En zonder angst vindt hij de hoogste alvast in. Ja, om daar alle schroeven aan te draaien of een vogelnestje te redden. Ja, doe je ook wel eens, ja. En hij weegt hij is 1,82 meter lang, precies. Hij weegt 80 kilo. Ja, en hij. Ja, ja, jullie horen het al. Dit is Spijk. Spijk is de factchecker. Spijk weet alles van de grootste attracties van de Efteling. En met name de grote attracties hier in Ruigrijk. Zij heeft alle schroeven geteld, alle bouten geteld. Ja. Zij weet echt alles over pneumatiek, over G-krachten. Ja. Ja, daar weet ik alles over. En hier achter ons zijn er twee draken. Voor ons is het publiek natuurlijk. Ja. En het is echt by far het stoerste publiek van de Efteling. Deze hele ring, hè? Ja. Ja. Maar in het bijzonder in de Danger Zone. Ja, kijk. Deze die houden wel van een sterk staaltje spanning. Ja, dat zijn ze zeker. Jullie mogen er nog lekker bij komen staan. Ja. Als jullie durven. Als jullie durven. Ja, nou, ik barst eigenlijk van de informatie die ik met jullie wil delen. Ik wil het hebben met jullie over adrenaline, over pneumatiek, over G-krachten. Zijdelingse G-krachten, positieve G-krachten, negatieve G-krachten. Alles bij elkaar is gewoon rustig. Ja, we moeten de boel wel een beetje onder controle houden hier, hè? Ja? Dus we vragen eventjes de hulp van Python Headquarters. Python Headquarters, wat heb je voor ons in petto? Ik ga spelen! Check 1-2, hier Python Headquarters voor Roef en Spijk. Adrenaline is een hormoon dat het lichaam aanmaakt in het bijniermerg. Dit hormoon wordt aangemaakt zodra er sprake is van gevaarlijke of zelfs levensbedreigende situaties. Het bereidt het lichaam voor op actie. Je krijgt dan het gevoel dat je lijf onder stroom staat. Je bent alert, je voelt je hartslag stijgen, je handen voelen klam, je ademhaling gaat omhoog. Kortom, een keiharde wakkermaker. Wist je dat er mensen zijn die continu op zoek zijn naar spanning en adrenaline? Dat noemen ze thrill seekers. Zij zoeken steeds gevaarlijkere uitdagingen op om de kick van adrenaline te voelen. Een andere situatie waarin je adrenaline aanmaakt is competitie. Ook bij een battle ben je alert, stijgt je hartslag en kunnen je handen klam worden. Fight or flight, that's the question. Ben jij een echte thrillseeker? Dan ga je naar Joris en de Draak voor een dubbele shot adrenaline. Precies, ja. Snelheid, G-krachten, een battle tussen water en vuur. Ja. Allemaal aanwezig in onze houten racerachtbaan. Precies. Roef en Spijk,
aan jullie de opdracht om de adrenaline te boosten van de ruigrijkers. De adrenaline boosten. Ja, dat gaat wel lukken, dat gaat wel lukken. Wacht even, ze noemt als voorbeeld ook Joris aan het raken, hè? Joris aan het raken, ja, dat klopt. Competitie. Ja? Ja. We kunnen wel een competitie creëren. Kunnen we zeker, ja. Een Joris aan het raken competitie tussen twee achtbanen. Ja. Tussen twee... Tussen water en vuur natuurlijk. Ja, water en vuur. En nou wil het toeval zo zijn, het is namelijk echt gewoon toeval natuurlijk, dat wij net twee draken bij ons mee hadden genomen. Heel toevallig. Heel toevallig. Ja. En daarmee kunnen we wel een wedstrijd creëren, denk ik. Dan is dit natuurlijk vuur, dit is natuurlijk water. Ja, Joris. De draak van het vuur en de draak van water. En dan denk ik dat er een wedstrijd gevoerd moet worden. Wat denk jij? Ja. Denk jij dat er zeg maar, in tegengestelde richting? Ja, dat is het leukste. Tegengestelde richting. En dan maar wel denk ik met misschien wel twee teamcaptains die ervoor zorgen dat alle tafels aangeraakt worden. Ja. Wat we dus gaan doen is deze draak die begint aan die kant. Die gaat over de tafels. Ja. Over alle tafels. Ja. Nou, hier, naar deze kant. Oké, dus die moet dan ook dat boompje nog even aanraken en dan weer terug naar dit vak. Ja. En dan deze, die begint hier zo, vuur, begint hier, de draak van vuur. Moet ook dat boompje aanraken, gaat ook helemaal zo, daar. Precies de andere kant op. Misschien tot dat aan dat boompje. Zullen we dan die twee boompjes nemen? Ja? Ja. Oké. En daarvoor hebben we twee teamcaptains per draak voor nodig. Ja, is goed. Ja. Kies jij dan twee voor vuur? Ja, dan kies ik de twee voor vuur, ja. Oké. Kies ik twee voor water? Vuur? Kom maar even op het podium. Twee voor water. Mag jij? En jij? Kom maar naar boven. Ja, door het hek heen gewurmd. Heel goed. Kom er maar bij. Dit zijn mijn teamcaptains voor vuur. Deze twee hier. En die is voor water. Kom maar voor water. Naar deze kant. Voor water. Kom er maar bij. En wat is jouw naam? Emma. Kom daar maar langs. Ja, heel goed. Emma en... Lucas. Emma en Lucas gaan strijden voor vuur. Oh, oké. En wie gaat er strijden voor water? Milou. Milou? En Janton. Janton. Ja, Janton. 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 Milou. Ja oké. Voor team water. Voor team water. Een applaus voor beide team, allemaal de teamcaptains. Even kijken, dan mogen jullie de draak dus mee naar beneden nemen. Ja. We beginnen in het vak, hè? We beginnen allebei in het vak. En wat de bedoeling is dat je dus langs al die tafels gaat. En dat al die mensen van die tafels mee moeten helpen eigenlijk. Ja. Om die draken zo snel mogelijk de andere kant op te krijgen. Over de tafels. Ja, is dat een... Is dat... Over de mensen, over de tafels. Ja, over de mensen, over de tafels. Zitten nog wat mensen te eten. We gaan dit wel... dit is een absolute test, hè? Ja, zeker. Gaat lukken, dit hebben we nog niet eerder gedaan, hè? Nee. Oké, dus jullie staan in dit vak. En jullie mogen even doorlopen naar dit vak. Oké. Over de tafels. Gaan we dan buiten langs de tafels? Of wil je dat ze over de tafels gaan? Ja, dan gaan we weer over de mensen heen. Over de mensen heen. Crowdsurfen. Kennen jullie dat, crowdsurfen? Oké, dus dan mogen de mensen wel praten. Over de handen heen. Is dat duidelijk dat jullie dan dus zo via de buitenkant, en dan over de mensen heen te draken proberen, over de tafels. En dan wie het snelste weer terug is in zijn eigen vak. Ja? Oké. En dat doen wij onder het genot van de muziek van, uiteraard, Joris en de draak. Ja. Zijn we klaar voor? Dan tellen we af van 7 naar 0. Ja? Met z'n allen. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Yes! Dit is een race! Daar gaan ze. Op. Ja, achterkantje langs. Yes! Achterkantje, ja, helemaal goed. Ja, over de tafel, Helemaal naar de bovenkant. Ja, naar de bovenkant. Ja, heel goed. Ja, dan weer aan de buitenkant. Ja, heel goed gedaan. We gaan ze, ja. Dan weer volle kinderwagens, ja. Oliebaan, ja.
Ja, dat ja. is natuurlijk normaal. Water heeft gewonnen. Oh, vuur, kom terug naar het vak. Kom terug naar het vak. Kom er maar bij. En nou, ik heb iets voor de twee teamcaptains. Ja, een applaus. Ja, applaus. Zeker. Nou, mag zeker voor klappen. Oh, en jullie mogen alle vier weer terug op het podium komen. Met de draak. Nou, dat is wel een goede strijd geweest, wat vind jij? Ja, zeker. Ja. Een flinke battle. En dan gaan we ook weer meten, of we de adrenaline toch een beetje hebben kunnen... Oh, ja. Oh, wat ja, goed gedaan. Wat goed Lekker gedaan. Ja. Vond je het spannend? Ja. Ja? Ja? De spanning van dat je tegen iemand anders moest strijden. Ja. Ja. Dus dat was wel, gaf dat een beetje zenuwen of klamme handen of kriebels? Of, Nee, niet echt. Nee, niet echt. Wilde je wel opschieten? Ik moet opschieten. Ja. Die druk voelde je wel, ja? En vonden jullie ook een beetje dat jullie wilden winnen? Een beetje een soort van... Ja, wij wilden eigenlijk wel gewoon winnen. Ja. Wij hadden gewoon de tactiek gewoon zo vlug mogelijk. Ja, zo snel mogelijk is een goede ja, en dan tactiek, hè? Ja. Eigenlijk dan aan de andere kant van de tafel staan. Eigenlijk de mensen hem dan doorgeven. Ja. Dus dan geven wij hem aan de mensen. En dan gaat hij bijvoorbeeld naar die twee tafels bijvoorbeeld. Ja. En dan ging ik naar die kant. Precies, dan geven hun twee en geven ze hem dan door aan elkaar. En dan aan mij. En dan geef ik hem weer vlug aan de anderen. Ja, dus dat was een tactisch spel wat hier gespeeld werd. En een goede samenwerking met de tafels ook. En met alle mensen aan de tafel. En met elkaar ook hebben jullie goed samenwerken. Oké, nou. Jullie twee hebben wij een stempel. Kijk. Ja. Opa, die is voor jou en voor jou ook eentje. Maar... Wow. Ga maar even zien aan de mensen. Voor alle vier een applaus. Ja, zeker. Want ze hebben het alle vier heel goed gedaan. Ja. Dank jullie wel. Oh, jullie weer, hey. Oh, ja. Kom jullie weer. Wat moet je nou met die draak? Die waren maar weg. Heel leuk, ze is aan het komen. Dank jullie wel voor de deelname. Heel goed gedaan allemaal. Oké. Zo, dat was leuk. Dat was een flinke race. Ja. Dat ging hard. Ja, ja, ja. En bij competitie is adrenaline dus wel te voelen. Ja, zeker. Zeker. Beetje spanning. Ja. Dat hoort erbij. Ja. Hebben we nog tijd voor een nieuwe opdracht? We kunnen nog wel iets doen. Zullen we Python Headquarters even vragen wat het volgende plan is? Python Headquarters, heb je nog iets voor ons op de plank liggen? Check 1, 2. Python Headquarters hier. Het Nederlandse woord pneumatiek komt van het Griekse woord pneumatikos, dat van de wind komend betekent. Tegenwoordig duiden we met het woord pneumatiek het gebruik aan van samengeperste lucht om arbeid te verrichten. Ja. En dat kan op allerlei manieren, zeker hier in de Efteling. Pneumatiek, oftewel perslluchttechniek, vliegt je om de oren als je over het park loopt. Het hangt overal in de lucht. Even een paar voorbeelden. Het remmen van de Python en de grote showdeuren van de Fata Morgana en Baron 1898. Het wordt ook gebruikt in show-effecten, zoals het luchteffect in de banken van Fabula, bubbels in water en plof- en borrelpotten in vijvers. En een van de meest zichtbare attracties waar pneumatiek wordt gebruikt, jullie gaan het straks misschien nog bij de uitgang meemaken, Aquanura. Ongeveer 200 fonteinen schieten met pneumatiek water met 60 km per uur naar een hoogte van maximaal 45 meter. Net zo hoog als de pagode. Pneumatiek, naast dat het een prachtig woord is, is het ook een onmiskenbaar fenomeen in de Efteling. Proef en Spijk, tijd om eens wat pneumatiek te demonstreren. Ja, pneumatiek. Moet je eens bedenken, hè? Dus de stralen van een Aquanura met 60 km per uur. En dat is dan net zo hoog als de pagode. Het is een grappig woord, hè? Het is een raar woord eigenlijk. Pneumatiek. Je kunt het ook door je neus over. Wat moesten we nou verzinnen? Oh, we moesten iets verzinnen dan met pneumatiek. Ja, dat is wel een idee. We hadden hier iets in laten bouwen. Dat is wel leuk trouwens om te vertellen. We hebben hier iets in laten bouwen. Ja. Dat komt dus uit de Aquanura. Oh, dit is natuurlijk ook pneumatisch allemaal. Die hebben we gewoon hierin gebouwd. Ja.
Nou, ik kan wel even uitleggen hoe dat werkt. Hier hebben we dus vier pneumatische waterstralen. Ja, en dat werkt met, ja, dat werd net al verteld, perslucht die alles helemaal samenperst. En ja, daarmee kunnen we gecontroleerd water jullie kant op sturen. Ja. Dat kunnen we wel even testen, toch? Ja. Oké, okay, gaan we aftellen? Ze komen deze kant op, toch? Ik heb hier alvast twee. 5, 4, 3, 2, 1. Weet niet waar ze heen gaan. Oh, ze gaat op die kant. Oh, je hebt het die kant op ingesteld, ja. Ja, hebben jullie het ook goed meegekregen hoe het werkt? Dus perslucht samen, het moet op de water uit. Nee, zij hebben het niet, zij hebben het niet goed doorgehoord. Dat doen we dan nog een keer, toch? Ja, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja, oh. Ja, kijk, wordt ze goed ontvangen. Ja, ja, die werkt goed. Die werkt Oké. Wat zullen we doen? Wat kunnen we doen? Daar kunnen we wel niet. Ja, we kunnen hier wel mee. Wat we kunnen doen is een wedstrijdje wie de meeste gecontroleerde waterstralen kan vangen. Ja. Is dat een idee? Ja. Daar hebben we, we hebben emmers nodig. Ja. Die staan er al. Ja, die heb ik al neergezet. Ja. Maar hier komt het water niet in. Nee. Dan hebben we eigenlijk nog iemand nodig die met die emmer dan gaat lopen. Ja, precies. Twee. Na het einde van de waterstraal loopt. Twee voor de adrenaline. Ja, we hebben twee emmers. We hebben twee emmers. Voor de adrenaline. Wie durft dit aan? Ik weet even niet meer zo goed. Weet jij het nog? Nee. Nee. Ik kan dat. Jij? Nee. Ja. Jij? Ja. En kom naar boven. En jij? Ja. 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 Ja, toch? Ja. Ja. Nou, ja, 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 we moeten wel twee tegen elkaar strijden. Oké. Okay, ik heb één emmer. We gaan wel even zorgen dat die leeg is. Oh, ja, we gaan niet vast willen. Voetelen. Goed, maar Rij, wat is je naam? Sophia. Sophia? Sophia, ja? En wat is jouw naam? Mighty. Wat? Mighty. Mighty? Ja. Mighty en Sophia. En voor jou ook een emmer. Oké. Okay. De opdracht is dus om je emmer zo vol mogelijk te krijgen. Maar je hoeft niet in een vak te staan. Je mag gewoon rondrennen. Je mag gewoon naar elke straal rennen die je wil. Als iemand anders bij een andere straal staat, gewoon bij... Nee, nee, dat kan niet. Ja, nee, nee. Laten we wel een beetje netjes naar elkaar bellen, hè? Laten we dat wel doen. Ja. Maar de stralen komen dus in willekeurige volgorde eruit. En het doel is om je emmer zo vol mogelijk te krijgen. Ja? De waterstralen die gaan dus in de danger zone. Ja, dus in de danger. Ja, dan mogen jullie naar de danger zone eigenlijk. Ja. Dat is het handigste dan. Zorg even dat er genoeg ruimte is, inderdaad, dat ze rond kunnen rennen. Ja, dat zit eigenlijk allemaal. Ja, dit is... Ja, kijk, ja, je mag het heel warm heen. Zonder emmer mag je ook water opvangen. Ja. Alleen dat doet niet mee met de wedstrijd. Maar... Dan je t-shirt uitwringen boven de emmer, dat helpt misschien. Oh, ja, extra water opvangen. Zullen we daar een muziekje bij doen? Zullen we daar... Wat denk je van Max en Moritz? Misschien wel leuk, dat is wel leuk muziek. Ja? Dat is wel leuk muziek. Ja. Max en Moritz. Ja, nou dat... Gaan we aftellen, denk ik? Gaan we doen. Oké. Okay. Van 7. Van 7 naar 0. Okay. Ja. Zullen jullie doen mee? Oké. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, kijk, dat vond ik. Oeh, ja, ja. Oeh, ja. Ja, 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 de eerste was. Dat is goed gemaakt. Oh, oh, oh. Heel goed, ja. Oh, kijk, dat was veel gevangen hoor. Moet je zien. Oh, hier komt dat nog, hier komt dat nog. Ja. Oh, maar dit gaat wel heel soepel. Hij pakt het met zijn hoofd op. Ja, dat is toch wel handig is. Nico, wat je ook in is dit. En dan zo. Liters tegelijk. Heel controleerd. Allemaal met pneumatiek. Allemaal met pneumatiek. Oh, dat wordt echt hier liters water gevangen. Zie je dat? Zou ik zeggen, kom er even zo bij. Wij komen wel lekker bij. Even, net één grote fontein hier. Dat kan het al. Nu kun je nog even wat water pakken. Ik denk dat de emmers al goed gevuld zijn. Zorg dat ze niet omvallen. Nee, niet omvallen. Ook niet hier als je de trap oploopt. Lukt dat zo met die... Ja, hartstikke goed gedaan. Kom er maar bij. Ja, ja, ja. Ze zijn wel lekker droog gebleven, zie je dat? Denk je? Helemaal niet nat ook. No. Heb jij nog eens gezet je kleren mee, of niet? Nee. Niet? Oh, dat moet droog en dan kunnen jullie je naam meteen in de piranha. Maakt dan ook niet meer uit. Oh, jij ziet er ook goed moet nat uit. Nodig, hè? Ja, dan ga ik alvast. Ik moet...
Ja, wij gaan wegen. Ja, we gaan even wegen. Heb jij een idee? Ja. Even precisie wegen doen. Even super precisie wegen. Ja. En we hebben wel veel aan met de volste emmer. Ik moet eerlijk zeggen, jullie hebben allebei echt heel hard gewerkt en allebei heel goed je best gedaan. Dus een stempel, maar voor allebei een applaus. Ja, zeker. En wat doen we hiermee? Ja, die wil je nog even. Het is hier. Oh ja. Is toch een beetje, ja. Hier ook nog. Ja, maar die camera staat buiten de deken zo. Ja. Kom maar mee, hartstikke bedankt voor jullie deelname. Ik hoop dat jullie weer snel droog zijn. Ja, het is wel lekker weer, hè? Zullen we even kijken? We kunnen wel even kijken. Oh, dat kan nog wel. Ja, toch? Ja. Wat kunnen we nog... kunnen we misschien nog... ik zeg twee. Twee? Ja, totaal. Ja? Er kwam nog iets achteraan. Oh, ik ben nog iets helemaal vergeten. Ik heb nog iets hierin laten bouwen. De Aquapneuma 2000. Wat? Ja, de Aquapneuma 2000. 2000. Die heb ik uit de Aquanura heb ik die uitgehaald. Nee, maar dat kan niet. Die heeft heel veel vermogen. Nee, die was veel te sterk voor de rustige vijver, zeg maar. Dus ik heb hem hierin laten bouwen. Die heb je hierin gebouwd? Ja. Oké, nou hier kun je maar beter geen demonstratie van geven dan. Daar gaan we even een demonstratie van geven. Dus laten we met z'n allen aftellen. Oké, goed. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, komt-ie. Lekker hoor. Welke kant had je die nou afgesteld? Ja, het waait een beetje. Ja. Ik weet het nooit helemaal uit. Slim Roep, slim. Nou, dan zijn we alweer aangekomen bij het einde van deze, ja? Van deze sterkstaaltje. Stel het ook zo, ja. Want DJ Dizzy, die komt er zo aan. Ja, die staat al klaar zo. Waar dan? Daar. Die gaat... plaatjes draaien en dansen met jullie. En dan over drie kwartier is er weer een nieuwe sterkstaaltje show! Hartelijk bedankt voor jullie deelname. Dank jullie wel. Even opruimen. Ja, wij gaan even opruimen. Ja. Lekker dat podium ook dweilen. Podium dweilen en de chips wegzuigen. Oh ja. Kan ook blad blazen, hè? Blad blazen, ja. Neem jij die ketting mee? Van de borrel? Ja, dat is goed hier. Nee, daar hebben wij een kraan voor nodig gehad om die eraf te tillen. Ja, maar dat is maar een klein stukje. Nee. Dat is veel te slecht voor je rug, hè? Qua precautions moet je dat dus niet doen. Dit is zo zwaar. Oh. Nee, laat maar liggen. Nee, dat is zo. Zo, dan hebben we het podium mee. Dan doen we deze, die laten we even op. Denk ik. Ja, inderdaad. Ja. En let's DJ Dizzy op, denk ik. Ja. Doei! Tot straks!